Want ik heb dus namelijk een vakantie geboekt. Je hebt veel te veel geld uit. We gaan daar niet de ceremonie houden, maar... Kijk eens, kijk, dan heb je toch een mooie lens. We hier zouden verhuizen, dan is het hierheen. Natuur is de natuurspotter. We gingen natuurlijk weer heen. Ik dacht, nou, dit gaat weer helemaal fout. Hé, hey, als je van plan bent om naar Fantastic Beasts te gaan, don't go. Ik moest even nieuwe dingetjes halen. Hoi en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Ik ga nu eventjes lekker eten. Mijn middageten. En ik heb dus iets super leuks gedaan vanochtend. Want ik heb dus namelijk een vakantie geboekt. Wij gaan dus 8 mei gaan wij dus naar Rome. Echt super leuk en heel veel zin in. Eindelijk gaan wij lekker weg. Het is dus voor mijn verjaardag. Ik ben 4 mei jarig en wij gaan dus 8 mei weg. Dus net na mijn verjaardag gaan we erheen. Super leuk. Louis gaat bij mijn ouders slapen. We gaan dus 4 dagen. En dan komt Sean hier bij ons in huis voor Bailey ook. En om gewoon op het huis te passen. Dus dat is super chill. Ik heb dus vanochtend geboekt. En we gaan dus lekker weg. Super veel zin in. Kijk er echt naar uit. En we hadden ook gelijk eventjes gekeken naar het weer. Ja, met het weer weet je het natuurlijk nooit. Maar we hadden wel eventjes gewoon gekeken. En mocht het dus echt zo zijn. Precies wanneer wij er zijn, die 4 dagen, is het 23 graden. Dus laten we hopen dat het dus ook echt zo is. Dus dat is echt super chill. Gewoon een lekker temperatuurtje, niet te warm. Kun je ook gewoon normaal, zonder dat je loopt te zweten, kun je daar gewoon rondlopen. En ik ga dus ook eventjes nog tickets kopen. Want wij willen naar de... Vaticaanse musea en dan naar de Colosseum. Daar willen we dan naar binnen. En dan heb je tickets dat je dus niet in een rij hoeft te staan en zo. Dus dan kun je gelijk doorlopen. Dus niet dat je dadelijk 3 uur in de rij staat of iets. Dus dat moeten we ook nog eventjes halen. Voor de rest gaan we gewoon lekker rondlopen. We willen sowieso van die stepjes die je dan kunt huren willen we doen. En dan voor de rest gewoon lekker daar rondkijken. Dus ik heb echt super veel zin in. Nu ga ik dus eventjes voor de zomervakantie, omdat we in augustus gaan we dan naar Griekenland. Zodra we terugkomen van Rome ga ik dus ook gelijk de vakantie boeken voor Griekenland. Dus ik moest nog eventjes kijken voor een hotel. Ik had een tijdje terug had ik al gekeken voor hotels een paar. En dan wil ik even kijken hoe ver het is van het hotel naar de strandjes waar we nu naartoe willen. Want we willen een autootje huren. En dan gewoon naar wat strandjes gaan. Die ik had gevonden op Pinterest. Meestal heb je op Pinterest dan van die blogs en zo waar je dan heen moet. Wat de mooiste strandjes zijn en zo. Dus die heb ik allemaal opgeschreven. En dan wil ik even dan de hotels checken. En dan hebben we al gewoon één hotel vaststaan. En dan zodra we terugkomen uit Rome kunnen we dus gaan boeken. Mijn laptop is alleen net uitgevallen. Want hij was dus leeg. Dus hij moet nu weer helemaal opnieuw opstarten. En dan in september rond de 17e. Want de 17e gaan wij 4 jaar. Dan willen we naar Barcelona gaan. En als het goed is gaat Sean dan mee. Dus dat is ook wel gezellig. Ik wil wel 1 dag voordat wij 4 jaar gaan wil ik dus daar al zijn. En toen had ik al gezegd sowieso de 17e. Omdat wij 4 jaar gaan wil ik dan wel gewoon met Matt samen alleen daaruit eten. Dus dan Sean moet dan gewoon even kijken wat hij gaat doen. En dat vindt hij ook niet erg. En dan de rest van de dagen zijn we dan gewoon met z'n drietjes. Dus dat is ook wel leuk. Dus daar moet ik sowieso... Ik had wel een hotel gevonden en zo. Maar daar moet ik nog tegen die tijd eventjes kijken. Waarom doet hij het nou niet? Want dat is natuurlijk pas in september. Ik heb echt super veel zin in om lekker weg te gaan. En nu kan het allemaal weer zonder gezeik. Daar kijken we wel echt naar uit. Dus dat is een beetje... De planning. Ik wil ook nog alvast gaan beginnen met mijn vlog editen van de laatste week. Ik ga sowieso nu even kijken voor de hotel. Qua afstand van de stranden. En dan ga ik nu ook eventjes eten tussendoor. En dan zien jullie mij later. Het is nu inmiddels al... Hoe laat is het? Bijna 5 uur. Wij zijn even aan het wachten op Sean. Want wij gaan dus met z'n drieën sporten. Ik heb mijn outfit al aan. En dan gaan we er weer tegenaan. Helemaal zin in. Hopen dat het een beetje rustig is. Met is de PCA.
aan het vullen voor mij. Maar kijk eigenlijk, ik mag een kleiner bekertje hebben. Die is echt veel te groot. En dan gaan we lekker sporten. Liggen we op bed. Lekker gesport. Echt helemaal. Mijn benen doen zeer, want we hebben benen gedaan en een klein beetje buik. Oh, ik ken niet meer. Morgen ga ik niet meer kunnen lopen. Deze ook. Gaan we allebei in de badkamer. Matt was dus Louise een bakje met water aan het vullen en hij loopt achter mij aan de badkamer uit. Maar Bailey die zat daar, dus ik wil haar pakken. En ik ga omhoog, zo met mijn hoofd. Wat gebeurde er? Ja, een bakje water tegen je hoofd en heel dat water overal. Ja, heel het water vloog overal heen. Op de trap beneden, op de schilderij. Over heel de gang heen. Ik was helemaal nat. Maar goed, is weer droog gemaakt. Maar we gingen echt helemaal stuk. Was grappig, hè? Ja. We gaan Elite kijken en dan slapen. Ja! Een hele goede middag. Ik heb vandaag alweer een hele dag erop zitten. Claire die is zo hier. Die is onderweg. Die kan elk moment hier zijn. Want zij had vanochtend al Madden gebracht. Want zij moest naar kantoor. Dus ik dacht, nou ja, ze kan wel gewoon hier bij ons. Is zij hier gewoon geweest de hele dag. Claire kon haar zo weer ophalen. En dan drinkt ze even een theetje hier. Dus dat eigenlijk. Ja, niet echt veel kunnen filmen vandaag. Gisteren verder ook niet echt meer gefilmd. Toen was ik voor hotels aan het kijken voor in Griekenland. Toen heb ik eentje gevonden. Matt heeft hem gisteren ook gezien. Dus en ik had gelijk gekeken voor naar de strandjes. De afstand. Maar het is allemaal gewoon nog goed te doen. Dus als het goed is gaat dat hotel het worden die ik had gevonden. Ik heb nu in ieder geval thee gezet en ik ben even aan het wachten tot Claire er is. En dan ga ik eventjes wat met haar drinken in de tuin. Gezellig. Jij was heel de dag hier. Ja, alweer. Ik ben nog eventjes in de middag met hun gaan lopen. Ze moesten sowieso naar buiten. Alleen, zij liep dus langs de sloot. En daar lag dus nog modder. Kijk haar poten. Ja, jij een boefie hè, ben jij. En we hebben eigenlijk verder geen drol meer gedaan. We hebben nog wat vlogs gekeken van Angel Knol. En voor de rest eigenlijk gewoon een beetje tv gekeken. Met de dingen aan het kijken voor zijn camera. Bailey ligt lekker bij mij. Die is blij dat Melle naar huis is, zodat ze weer naar beneden kan. Kijk deze meid. Ze is zo cute. Ze vindt Melanie helemaal niks, want ze heeft verder ook nog nooit een andere hond gezien dan alleen Lou. Dus zij denkt echt, wat is dit? En Melanie die vindt Bailey een beetje eng, dus ze lopen elkaar naar elkaar te blazen en te blaffen en weet ik het allemaal. Dus elke keer gaat Bailey naar boven, dus ze kan nu eindelijk weer beneden liggen. Wij gaan zo ook eventjes Lou uitlaten en dan gaan wij lekker naar bed toe. Even aflevering kijken van Elite. Het is nu 8:30, dus ga even Lou uitlaten en dan naar boven. En dan is het morgen alweer woensdag. Wij liggen lekker op bed. Er was net één dikke ruzie buiten bij ons in de straat. Echt grappig. Met ging er natuurlijk weer heen. Ik dacht, nou, dit gaat weer helemaal fout. Het kan bij jou ineens van 0 naar 100 gaan en van 100 naar 0 op zo'n moment. Dus je weet het gewoon niet. Het ligt aan de situatie. Ik ging gewoon naar die man. Pakte die man. Ik dacht, kom. Hij ging helemaal. De buurman. Hij ging, onze buurman ging helemaal uit zijn naad tegen een andere buurman. Die zo aan de overkant. Dat was echt buurman.
Buurman, buurman. Buurman en buurman. Dus buurman kwam zich bemoeien. Kom, pak hem zo, ik zeg. Kom. Hij loopt helemaal te schreeuwen. Hij loopt helemaal te schreeuwen en zo. Ik zeg tegen hem, doe gewoon normaal. Hij zegt, ja, maar iedereen loopt klagen over hem, bla bla. Ik zeg, ja. Ik zeg, dat begrijp ik. Ik zeg, maar... Zo zei dat ook, dat begrijp ik. Maar jij zet jezelf verpaald door zo hier zo... Een maatje naast je te gaan schreeuwen. Ja, het ging erom dat die buurman... Hij maakt altijd herrie. Heel erg herrie maakt. Maar ook gewoon laat. Maar goed, opgelost. Kijk, mijn buik is gelijk alweer. Helemaal... Gisteren hebben we dus natuurlijk getraind. En we hebben dus dikke spierpijn. Gewoon tot de max. Ik ga mijn t-shirt nog aan. Ja. Echt zo erg pijn. Mijn benen doen gewoon echt super zeer. En mijn ribben voelen echt gewoon burns aan. En morgen moeten we dus weer... Wij gaan dus nu de laatste aflevering van Elite kijken. Alweer de laatste aflevering van seizoen 8. Echt super jammer. En we hebben lekker peertjes. Met even peertjes gemaakt. Laatste aflevering van seizoen 8. Hoe kom je op 8? Kijk hier. Oh nee, seizoen 5. Ik seizoen zij. Seizoen. Seizoen broodje. Dit is echt bruine en dit is zo wit. Ja. Er is gewoon een hoofd op dit lichaam geplaatst. Mijn armen zijn ook vernieuwd. Zo, maar dit is heftig hoor zo. Ja, het is echt heel kijk hier. Op beeld is nog erger hè. Ja. Maar goed, wat zei ik? Met hij speertjes gemaakt weer lekker. Louis aan het bedelen. Hij wil ook een stukje geven. Geef een klein stukje aan hem. Ja, mispoes, appelmoes. Louis vindt dat super lekker. Maar ik heb die peertjes niet gemaakt. Ik heb gewoon peertjes gesneden. Gesneden. En dan gaan we dus de laatste aflevering van Elite kijken. We zijn bij seizoen 5, aflevering 8. En dan zien jullie mij morgen weer. Een hele goede morgen. Ik ben mijn ontbijt aan het maken. En ik vind het veel makkelijker om in de magnetron te doen dan in het pannetje. Moet je pannetje weer maar schoonmaken. Ik heb altijd super veel appel. Ja, dat vind ik gewoon lekker. Nou, dit ziet er toch helemaal lekker uit. Alweer inmiddels 18 over 4. Met is thuis gelukkig. Ze waren eerder klaar. Sean is er ook. En wij gaan dus naar de sportschool. Outfitje aan. En we gaan er weer tegenaan.
Jee. Nog steeds super erg spierpijn in mijn benen. Maar ik wil sowieso nog even buik doen. Dus dan zijn we een beetje op tijd. Dan hoeven we vanavond ook niet. We proberen nu wel echt een beetje eind van de middag te gaan. Zodat het ook wat rustiger is. En dan kunnen we thuis in de avond gewoon chillen na het eten. En normaal gingen we na het eten dan. En dan ben je iets van 9 uur thuis of zo. Dus dat is ook niks. Dus dat gaan we doen nu. Wij zijn lekker eten maken. Spinazie. En met even een carbonaatje. En ik heb een biefstukje. Dus bij mijn schoonouders. Want morgen kon ze niet. Het is nu vandaag donderdag. Normaal eten we vrijdags altijd bij haar. Maar morgen ging dus niet. Dus we eten vandaag bij haar. Het is nu 16:04. Dus vandaag zit mijn dochter alweer op. Ik ga nu even nog het laatste stukje editen. En dan hopen dat ik het snel af krijg. Ik weet nou niet of ik hem vandaag kan uploaden. Normaal gesproken is het altijd donderdag. Maar het kan ook zijn dat hij pas morgen online gaat. Ik ben met mijn schat. Online gaat je. Zo tot op jou. Oh, eerste klus. Ja. Leuk toch? Leuk, babe. Ja, ik keek zo en met die TikTok uit toch? Dan zie je wie als zeg maar mensen die mij volgen, haar volgen, dan zie je dat toch staan. Ja. Ik zag gelijk jouw naam. Ik denk, oh, ja. Jij volgt haar. Ja, ze maakt wel mooie foto's. Ja. Heeft u gewoon al een klus? Ja, leuk man. Ja. Is het leuk? Maar ja, daarom zei ik gelijk. Ik zeg, mijn vrouw is fotograaf. Nou, we zijn dus in ieder geval onderweg naar mijn schoonouders. Lekker eten. Wij liggen op bed. Matt is bezig, maar ik heb geen idee met wat. Wat de god ga ik eigenlijk doen? Probeer in te loggen op Marktplaats, maar dan wachten we niet meer. Voor wat? Huh? Voor wat? Ik had camera gezien. Oh my god. Deze groene. Ik ben dus bezig met de vlog. De laatste dingetjes. GTSC staat aan. En we hebben lekker thee. En dan ga ik even de vlog verder doen. Dit weekend gaan we ook niet heel veel bijzonders doen. Sowieso even een beetje opruimen thuis. En zondag gaan we dus naar de kerk. Want dan is het eerst Pasen. En dan eten we daar ook gelijk in de middag. Maar de kerkdienst wordt dus gehouden op een locatie waar ze dus ook... Ja, je kan daar gewoon trouwen. Ja. En wij willen dus kijken hoe de zaal eruit ziet. We gaan daar niet de ceremonie houden, maar wel eten en het feesten en zo. Dus we gaan zondag dan ook gelijk zien hoe dat eruit ziet. Super spannend ook wel. We hadden sowieso al een locatie gevonden. Vierpolders. We hadden dus een locatie gevonden een tijd geleden. Maar toen was het met de corona weer heel erg. Dus konden we niet echt bezichtiging doen ofzo, omdat wij nog niet konden gaan kijken voor het trouwen. Maar dat is nu allemaal weer mogelijk. Dus we willen wel echt serieus nu gaan kijken. Dus er zijn nu twee locaties wat het zou kunnen worden. Ik ben ook wel echt benieuwd sowieso. Ik ook. Voor nu gaan wij eventjes ons dingetje doen. Dan zien jullie mij later. Een hele goede middag. Het is vandaag vrijdag. Het is weer lekker weekend. Eindelijk. Matt is ook al bijna thuis. En hij heeft even een broodje gehaald voor me bij Kippie. Ik ben zo honger. Sean die komt eventjes mee. En dan moeten we maar even kijken wat we gaan eten. Lekker weekendje. Dagen gaan echt zo bizar snel. Maar goed. De zon schijnt nog lekker. Dus ik ben even van plan om... in de tuin te gaan zitten, eventjes in de zon. En dan wachten totdat Mette is met mijn broodje. Wat ga jij eten? Biefstuk. Wel biefstuk? Oh ja, vorige keer ging je twijfelen of varkenshaas of biefstuk. Heb je toch voor biefstuk, voor varkenshaas gekozen. Sean en ik gaan nu eventjes naar Den Haag. We gaan een... camera moeten kopen. Ik ga een nieuwe camera ophalen. Mag ik even deze? Mag ik deze overnemen? Ik heb deze jongen nooit, maar ook nooit...
met een camera, weet je toch? Want deze jongen heeft ineens ook ineens interesse, geeft veel te veel geld uit. Luister, dat moest je niet zeggen, maar familie kijkt ook. Je moet niet zeggen, hij geeft veel te veel geld uit. Oh, oké, okay, we beginnen opnieuw. Oh, laat eens wat jullie afdruk erin. Ik heb één koud. Ja, nou dan. Oké, okay, waarom? Jalla, we moeten... Jalla, let's go. We moesten 5 jalla, uur. Jalla, jalla. Nou, Matt en Sean die zijn dus naar Den Haag. Omdat Matt dus nu weer een nieuwe camera heeft gevonden. Die zijn ze nu aan het ophalen. De camera die hij nu had was wel goed. Alleen de focus van de camera was gewoon... iets slechter met filmen, omdat hij niet heel de tijd goed focuste. Dus hij heeft er nu eentje dan die dat wel doet. Dus die zijn ze nu aan het ophalen. En Sean heeft net dus bij Jack's Rippies eten besteld. En ik dacht, nou ja, ik blijf wel gewoon thuis, gaan jullie maar gewoon samen. Want ik moest de vlog nog afkrijgen. Die is nu af, hij is nu aan het uploaden. Dus ik hoop dat dat snel klaar is. Zodat ik hem kan uploaden op YouTube en dan kan ik hem online zetten. Dus ik denk dat voor nu eventjes in de zon gaan zitten in de tuin, want het is echt nog lekker zonnig. Dus dan word ik misschien ook een beetje bruin nog. Maar jongens, ik moet echt naar de kapper gewoon. Ik heb gewoon echt dikke uitgroeien weer. Ik kan er gewoon haast geen tijd voor maken. En mijn haar is echt nu gewoon een beetje, ja, gelig aan het worden. Al moet ik wel zeggen dat ik gewoon echt vrij weinig zilvershampoo in mijn haar doe. En je zit natuurlijk gewoon in de zon. Dus dan wordt het gewoon... gelig. Voor Homer ga ik dat niet redden. Want ik heb daar gewoon vrij weinig tijd voor. Dus dan moet het erna worden. En dan wil ik ook nog sowieso voordat we Griekenland gaan. Wil ik dan ook nog even naar de kap gaan. Zodat dat wel gewoon goed zit als ik erheen ga. Want dat moet ik sowieso doen. Maar het ziet er nu al niet echt meer uit van hoe ik het wil. Wij zitten dus lekker in de tuin. Met eten. En eerlijk is eerlijk, met sterp zijn vanaf de dom. Goeie. Dan heb je echt een sterk. Dan is het goed gebakken. Hetzelfde als je kippenpootjes hebt. Ik lig al lekker op bed, zoals je kan zien. Met is even met Sean doei uitlaten. En ik zit te wachten. En dan gaan we even aflevering van SO Knol kijken. En dan gaan we alweer lekker slapen. En dan is het alweer zaterdag. Dagen gaan zo snel. Dat is niet normaal. Nou. Met is erbij. Nee. Je bent er weer. Ik ben er weer. En ik ben dus alvast met de vlog bezig van deze week. Dan heb ik dat alvast een stuk gedaan. Trouwens, nog een leuk nieuws. Met heeft laatst dus een bericht gekregen gisteren. Eergisteren heeft hij dus een bericht gekregen op zijn Instagram account van zijn video's. Van een vrouw die dus 15 mei wil dat wij gaan filmen en foto's maken. Haar dochtertje wordt dan 3. En dat wordt dus haar eerste verjaardag die ze gewoon echt kunnen vieren na corona. Dat hebben ze verder niet eerder kunnen doen. Dus ze vroeg of met haar kon filmen ook. En dat ik foto's kon maken. Ze heeft dus een zaaltje gehuurd. Er komt zelfs een breastband en het thema is dus Frozen. Super schattig. Dus ja, super spannend. Gaat onze eerste betaalde klus zijn. Ja, jij had eigenlijk al eerder klusjes. Maar toen werd ik ziek. Toen werd je ziek. Ja, ja. Dus ik heb 1 dikke pukkel. En ik heb vanmiddag, zat ik dus toen met de camera aan het ophalen was, zat ik dus met Claire aan de telefoon videobellen. En tijdens het videobellen was ik dus dingetjes aan het uitknijpen. Maar nu zie je het gewoon super erg hier en hier. Maar van afstand heb ik 1 bobbel. Nee, zie je? Ja. Maar goed, ze wil dus dat wij daar komen. Ja, super spannend. Dus ja, Matt heeft trouwens dan zijn camera opgehaald net. Super mooi ding. Ietsjes groter dan die van mij en zwaarder, maar als het goed is moet het wel de juiste camera zijn voor om te filmen. Bam. Hij is dus super blij met zijn camera. Dus ik ga nog even een stukje editen en dan gaan we dadelijk lekker slapen. Wij hebben net lekker gesport en we zijn even boodschappen wezen doen. Sean heeft yoghurt. Wij hebben dus broodjes gehaald bij Kippie weer. Meestal in het weekend halen we altijd dit tussen de middag. Ja, jeetje. Laten we maar eten. Had je dat op camera's ijs? Ja. Ja. Dan wil ik het
Ik ga hem echt 3 keer inzetten. Ja. En 3 keer en een sloom alles. Nou, ik lig eventjes op bed. Matt is dus een klus aan het opnemen. Een grote klus voor in het weekend. Dus daar is hij nu al een tijdje heen. Ik heb net Lou even uitgelaten. Even een stukje gewandeld. Het is echt super lekker weer. Ik heb net ook even nog in de tuin gezeten. En ik lig nu even op bed. Ik ga even een stukje van de vlog editen. Dat had ik gisteravond al gedaan. Toen we op bed lagen. Al best wel een stuk. Dus dat was echt super fijn. Dus ik wil even nog de rest doen. Ik dacht, ga gewoon even lekker op bed liggen. Dat ga ik nu eventjes doen. Ik heb voor het sporten heb ik een nieuwe telefoon besteld. iPhone 13 Pro. Ik twijfelde heel erg tussen de Max en de normale. Maar ik heb nu gewoon een normale genomen. Want ik heb nu een Max. En het scheelt echt maar een heel klein stukje. En dan hopen dat hij snel binnen is. Ik hoop sowieso wel voor dat we naar Rome gaan. Want dat zou wel fijn zijn natuurlijk. Want die camera is nu wel een stuk beter dan die van mij nu. Wij gaan even een stukje lopen. Met Loli. Lekker wandelen. Wat is zo blauw licht hier? Dus... doei! Wat zie je er knap uit? We zijn lekker aan het wandelen. En hier zijn ze dus, of nou ja, ze hebben hier dus allemaal huizen gebouwd. Maar wat ik dus zei. Supermooi. Is, ik zie deze huizen elke dag. Ja. Dit is alleen maar waar wij op werken. Als wij weer zouden verhuizen, dan is het hierheen. Ze zijn daarachter alweer bezig en daarachter. Weer gaan verhuizen, dan wil ik gewoon een vrijstaande woning met lekker veel gras omheen. Ja, maar dat is later. Of voor de raptor voor de deur. Ik wil sowieso nog in Oogvliet blijven. Dit is very pretty. Ze gaan nog meer bouwen. Ik wil sowieso gewoon nog in Oogvliet blijven. Dus als we dadelijk kiddies hebben, dan is dat wel fijn voor de oma's en opa's. Dus hier vind ik het niet verkeerd. Kijk, voorlopig gaan we nog niet verhuizen. We zitten er net. Maar we zijn niet van plan om forever daar te zitten. Wij zijn dus Enzo Knol aan het kijken. Een nieuwe aflevering. Ze zitten dus op Curaçao. Kijk hoe mooi. Ik kan ook echt niet wachten tot wij naar Curaçao gaan. Kijk, dat is een hele grote. Heb je er ook zin in? Ja. Maar dit is heel erg last van zijn arm. Nadat hij getraind heeft. Dus wij gaan dit nog even afkijken. En dan gaan we dadelijk naar boven een andere programma kijken. Hey, goedemorgen. Wij gaan even ontbijten. Ik ga even mijn pap wegwerken. Dan gaan mijn vrouw even snel eten. Oké, okay, daarom zak je maar aan. Nu wil ik vliegje. Dan, wat gaan we dan doen? Naar de church. Wij zijn weer lekker thuis. Het is nu... Die heeft geslapen hoor. Ja, zo vast. Hoe laat is het nu? Het is 2:30. Zo, het is laat hoor. We waren daar om... voor 10 waren we daar. En de dienst was tot 11:30. 10:00 begonnen tot 11:30. Daarna zijn we dus gaan eten. Konden lekker daar eten. Was gewoon een catering. En toen zaten we lekker buiten in de zon. Lekker even met de familie gepraat. En nu gaan we even omkleden. En dan gaan we lekker wandelen met Louis. Want het is zo lekker weer. Nou, ik heb me even omgekleed. Ik heb mijn lege groene jasje aan van de Only. Een grijze basic t-shirt. Ik weet niet waar die van is. En mijn spijkerbroek van Femme Ventaal. En dan doe ik gewoon mijn Nike's toon aan. Matt heeft zijn shirt van de Zara. Zijn spijkerbroek is ook van Zara. En dan zijn Adidas schoenen, zijn nieuwe. En mijn nieuwe tas. En dan gaan we lekker weg met Loli. Loli loopt achter me aan. Wij zijn dus in Barendrecht. En kijk hoe korretjes. Alleen dadelijk in de zomer is het nog mooier.
vuurspotter. Kijk hoe dat zit. Nou, meneer de spotter. Gaan we verder lopen? Het is wel echt super warm gewoon. Wij zitten weer in de auto. En we hebben dus een uur gelopen. Louise, back off. Hé, Loli? Ik ben weer lekker thuis. Matt is dus even naar de supermarkt met Sean. Die blijft hier eten. Sean gaat eten maken, pasta. Dus we zijn even naar de supermarkt om eten te halen. En dan gaan wij vanavond met z'n drieën naar de bios. Dan gaan we naar Fantastic Beasts. Dus dat is wel super gezellig. Het is echt al een lange tijd geleden dat wij naar de film zijn geweest. Dus we hebben er wel even zin in. En we wouden die alle drie super graag zien. Dus Sean gaat gezellig mee. En dan is het morgen alweer maandag. Morgen gaan we om 3 uur even langs mijn tante en mijn oom. Want mijn tante die is laatst dus geopereerd. Dus we gaan eventjes daar langs. En dan gaan we daarna gelijk door naar mijn ouders. Want dan eten we daar voor Pasen. Dus mama heeft allemaal lekkere dingen gemaakt. Dus dat is ook wel gezellig. En dan voor de rest eigenlijk niks. Volgens mij moesten we morgen ook nog even snel naar Camera Express. Nog eventjes wat dingen halen voordat we naar Rome gaan. We zitten trouwens ook gelijk even te kijken voor zo'n action cam voor Griekenland. Zodat we ook gewoon, als we lekker gaan zwemmen en zo, dat we ook gewoon nog kunnen filmen. Dus daar zijn we ook eventjes nog voor aan het kijken. En vandaag weer een leuke dagje gehad. Lekker gelopen. Lou is super moe. Ik ben ook wel een beetje moe nu. Want we zijn echt vanaf 8 uur al wakker. En we zijn laat gaan slapen. En dan vanochtend in de kerk geweest best lang. Dus ik ga voor nu eventjes lekker chillen. En dan gaan de jongens dadelijk eten maken. En dan gaan we naar de bios. Nou jongens, kijk eens wat een feest. Gekke feest, man. Slamat pasca. Slamat pasca. Ja, weet je. Slamat pasca. Ik heb een vork in mijn mond. Ik kan haast niet praten. Dus we gaan lekker eten. En een aflevering kijken van Enzo. Op je hoofd. Wat was dat? Fuck, ik gelijk. We hebben lekker eten gehaald. Die film is tot 10 over 11. 2 keer autodrop. Maar een zakje M&M's. Vraag me af of dit is het lekkerst. Nee, paté niet, hè. Chocolate chips. Hier deden ze dat, hè. Popcorn. Ja. Cola. En cola Fanta. Lemon. Sean heeft een icy. Ik ben weer te dik aan het worden. Kijk, Sean heeft een icy, want hij heeft geen Macy. Ja. Sean is dus zijn bril vergeten. Die gaat dus niks van de film kunnen zien. Of ben ik dat? Ik weet niet meer. Harry Potter. Ik weet niet meer of ik deel 1 of 2 heb gezien. Nee, 1 denk ik. Wij hebben allebei geen deel 2 gezien. Ik snap jullie niet. Jullie gaan naar de derde film zonder 1 en 2 te kijken. Ik dacht het aan. 2 dan. Ik dacht het. Hé, hey, als je van plan bent om naar Fantastic Beasts te gaan, don't go. Don't go. Nee, wel. Het was wel gewoon een leuke film. Nee. Alleen, wij dachten dus dat wij deel 2 hadden gezien. Maar dat was dus niet het geval. Dus dan ga je al naar een film waar je de helft niet van weet. En die film duurde gewoon serieus 2,5 uur. Dus dat is best lang. En vooral voor mensen die niet eens 5 minuten stil kunnen zitten. Dus we hadden na, Matt en ik hadden na 5 minuten al gelijk last. Bij mijn benen, bij mijn nek. Ik ook. Nou, wij zijn gewoon echt geen mensen om lang stil te zitten. Maar buiten dat was het wel gewoon een leuke film. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik wou zondag zeggen. Tweede Pasen. En ik ga lekker ontbijten. Matt is bezig met zijn ontbijt. En dan gaan we dadelijk even naar Camera Express. Wij zitten voor Camera Express. Ik moest even nieuwe dingetjes halen. En hij moest het uit de... Waar moest hij het vandaan halen? Uit het magazijn. Een paar dingetjes, want die hadden ze niet in de winkel liggen. Dus nu moeten we een half uur wachten. Het is wel lekker weer. En dan hebben we weer onze spullen. Hè? Wat wij hebben gekocht is een
stick voor mijn camera. Een stick? Ja, ik weet niet hoe zoiets heet. Matt heeft filters voor zijn camera. Één filter, maar het is 3-in-1. Dan hebben we nog zo'n schoonmaakkit. De Colombo, jongen. En hij moest een eye-cup, dat was het. Hoe zet je dat erop dan? Nou, dat moet je erop doen. Waaien. Maar niet met je vingers aan, hè? Oeh, kijk eens, kijk, dan heb je toch een mooie lens. Zo. Maar ik ken het naar de spiegel, kijk hè? Ja, maar daarom wilde ik het ook, want je kan jezelf wel gewoon zien zo. Kijk hè? Kijk, dit is veel beter. Ja, dan kan je hem, als je hem nog buigt, dan is het nog beter eigenlijk. Ja. Maar nu wordt mijn arm niet zo loom. Wij gaan naar Barendrecht, naar mijn tante en naar mijn oom. Mijn ouders zijn er al. Gaan we eventjes daar langs. En dan moeten we Louis ophalen dadelijk. Louis opladen? Ja, moeten we Louis ophalen. En dan gaan we naar mijn ouders hun huis. En dan eten we daar. Het is 8:30 en dan gaan we lekker Enzo Knol kijken, aflevering, en een beetje op tijd slapen, want de laatste twee avonden hebben we alleen maar laat geslapen. En morgen is het gewoon een werkdag, dus een beetje op tijd slapen en dan is morgen alweer dinsdag. Dus ik wil ook hierbij gelijk de vlog afsluiten. Vonden jullie dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien jullie mij terug bij een nieuw vlog. Bye.